Welkom bij Cut the Crap. Ik heb een robuuste, ontgonnen, gouden parel naast me. Die ga je vandaag ontdekken. Maar ik hoop stiekem ook dat je meer over jezelf gaat ontdekken. Want met deze man battel ik graag waarom het bij de ene wel lukt en waarom bij de andere niet. Waarom haken sommige af? Waarom volhardt de ene wel en de andere niet? Maar laat ons eerst beginnen met die ontgonnen parel zelf. Hij is een van mijn favoriete coaches. En waarom? Omdat hij zo veelzijdig is en toegankelijk. Hij coacht en leeft via zijn waarde 360 graden rond. Bij en met zijn familie. Hij het fysieke, zijn vrouw het mentale. Daarnaast zichzelf non-stop zelf bijcoachen. En familiaal een voorbeeld van hoe het zou moeten zijn. Laat ons eraan beginnen. Timmy, welkom. Dank u, Pieter, dat ik hier mag zijn. Wie is Timmy? Daar gaan we mee beginnen. Nou, ja. Ik denk dat dat altijd een zeer, zeer interessante vraag is, want we zijn allemaal in een proces. En ik heb het er net ook al oh, Hij is aangegeven. al begonnen. Hij is al, begonnen. Ja, al direct begonnen, hè. dat is de maar, missie. Hè. Ja, maar wie is Timmy? Ja, Timmy je, ze vinden nu op uh, Instagram bijvoorbeeld al Timmy Intertrainer. Ja. Wie is Timmy zelf? Timmy zelf, zoals ik eigenlijk ga aangeven, het is nog een pareltje die zich zal moeten ontplooien. Um, ik ben zelf nog op zoek en dat maakt het eigenlijk ook mooi en kwetsbaar voor mezelf. En dat is een zoektocht die ik weet van mezelf, die ook nog een tijdje zal duren. Want uiteindelijk, ik ben geboren, uiteraard, anders zou we weer niet zijn. En op vrij jonge leeftijd, al van vier jaar, ben ik eigenlijk in de sport terechtgekomen. En dat was een drijfveer. En omdat mijn vader ook een zelfstandige was, was elektricien, altijd een harde werker, was het voor mij vrij logisch: van A, ah, wilt je iets bekomen? Dan ga je ervoor trainen, dan ga je ervoor werken. En dat is altijd al zo geweest. En dan natuurlijk, hè, de, naarmate we de generaties vormen, en ouder worden, en ervaren, en gaan studeren, en aftoetsen wat we willen, komt er heel af en toe toch een, keer een triggertje van: Ja, maar eigenlijk, wat ik geleerd word van uit mijn ouderschap, dus wat mijn ouders mij eigenlijk hebben geleerd, heel veel liefde, heel veel mogelijkheden, maar hard werken. Labor. Ga ervoor. Als je iets wilt, dan ga je het zelf moeten doen. En op zich is dat oké. Okay. Er zit zeker iets achter. Maar al heel snel, toen ik dan uh, met mevrouw vrouw Sharon terug bij Terecht gekomen ben, kwam dat naar boven dat ik dacht van, ja, maar eigenlijk wil ik niet, als we dan zelf ooit misschien een gezin krijgen, dat ik in diezelfde situatie terechtkom. dat ik zelf eigenlijk het gevoel zou hebben van, we moeten alleen maar blijven werken, alleen maar blijven gaan, alleen maar doorgaan. En daar heb ik altijd gezegd van, ik ga nooit zelfstandig worden, ik ga gewoon zien wat het leven me brengt en we volgen wel. Maar dat is, ja, toeval bestaat dan niet. Je gaat dan gaan studeren, je komt dan uh, in de optie om te gaan werken. En dan, voor een of andere reden, word je zelfstandig. Omdat je toch voelt, van, er zit iets in je, dat je net meer kunt, meer wilt, meer verlangt. En dan zeg je, ja, maar de enige manier om dat te bekomen, is eigenlijk binnen mijn zelfstandigheid. Maar eigenlijk, wat voor werk deed je dan? Want je, je, je deed ook sport, hè? Ja. Dus ik ben eh, vroeger topsporter ijshockey geweest. Ik heb even zelf in de States gespeeld. In Pennsylvania, Junior B. Dus ik was eigenlijk zo'n beetje een Belgisch jong talent. die zich aan het opwerken was in de topsport. Ja, en toch de stap doe om naar daar te gaan? Ja, ja opnieuw. De verwerking. Nee, niet evident voor veel mensen. Nee, 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 nee. Maar opnieuw, dat was die mindset die ik altijd heb meegekregen. Als je iets wilt, dan moet je ervoor gaan. Ja. En dat is het voordeel. Ik denk dat wij als topsporters, als ex-topsporters. hebben altijd dan al meegekregen van: het lijkt logisch als je een doel wilt bereiken. Ga er inzet voor moeten geven. Wat ik vind nu al interessant. Want zie, hier waar het al aan voorbij gaat. Dat je eigenlijk een topsporter waard. Ik vroeg wie is Timmy. Ja, voilà. En ja. dat is de reden waarom dat, na een tijdje dat ik de podcast terug begin, dat ik eigenlijk het nooit te ver moet zoeken. Want ik ben er rotsvast van overtuigd dat mensen vandaag aan onze podcast heel veel gaan hebben. omdat wij hier gaan battelen. En jij gaat er al aan voorbij dat jij een stap naar Amerika zet, dat evident vindt, uh, dat je eigenlijk daarna in de fitness gaat. En dat je dan zelfstandig wordt in dat. Hè? Ja. Dus even, even ja, ja, dat is even duidelijk. Want wij, wij, wij gaan straks naar ademwerk, wij gaan naar ijsbaden, wij gaan naar alles. Maar je ziet ook weer al, dankzij er juist dat je zegt, uw vrouw Sharon, dat je ook naar het mentale. Ja. En dat vind ik verdomd boeiend. En dat gaan de mensen vandaag. Dat, ik kan hem toch al eventjes droppen. Dat jij zegt dat mensen die fysiek komen trainen. Of vaak trainen, heel vaak met iets mentaal achterliggend zitten. Ja. Ik vind dat ongelooflijk boeiend. Ja, en dat is ook het einde van mijn verhaal. Dat is gek dat je het is geen dus oorlog. Ga. ga verder. Voilà, daar kom ik op terecht. Dus voor mij leken tijd altijd een evidentie. Het was logisch, ik ga ervoor, ik ben fysiek ingesteld, ik doe een contactsport. Ik sta dan nog in de goal, ik was goalie. Dus ik krijg constant, ik heb regelmatig in het ziekenhuis gelegen. Dus trainen, verbeteren, het leek allemaal logisch. En zoals je eruit aangaf, leek het voor mij ook logisch. Om, uiteindelijk kom ik op die stap terecht, ik moet keuzes maken in het leven. Ik ga die keuzes maken, is ik ga actief keuzes maken en ik ga gaan werken voor mezelf. Ik word zelfstandig. En dat is het mooie aan in de combinatie die ik met mijn vrouw heb, dat zij dan volledig meer in het mindverhaal zit. Zij is pedagoge van opleiding, veel meer sociaal ingesteld. En op een bepaald moment dachten we aan een gezin. We gaan een gezin. Starten. Maar welk werk ging je dan doen? Dat, ik was bezig in de fitness. Ik, okay. ja, ik werd toen al in de fitness, ik heb altijd in de sport, ik ben een master in de bewegingswetenschappen. Heel mooie titel. De vroeg. Ja, maar ik toch wel eens ja, even oh. al die titels zeggen. Want dat vind ik die apparel, jij zit je eigenlijk constant aan het bijscholen. Ja. Straks ook eens zeggen op welke, welk, welke gradatie dat je al zit. In adem werkt, als coach, etcetera. Want jij vindt het allemaal normaal. En ja. een van de redenen, maar ik zijn ik de hele tijd ont. Ik wil niet te veel tussen, maar. Als de mensen op YouTube hier zitten, dan zit er hier een hele kleurrijke kerel met zijn, uh, ik weet niet wat voor schoenen dat zijn. Alpinstars. Zie vooral voilà, zijn stem. Ice. Met Batman sokken, met een langere broek en een uh, gekleurde T-shirt met drie kleuren, een lange baard, <laughs> met een wat, hè? Qua image building, ze zijn er nergens geweest, nee. hè? Nee, nee. nee, nee. Juist, Ja, authentiek. Ja, gelukkig. Ja, speciaal figuurtje, ja. Maar ik kom tot op het feit dat ik heel veel afgelikte coaches zie online, ja. die niet een derde, uh, nog geen vijfde hebben van hun studies, Psst. en die er ongelooflijk professioneel uitzien en die kunnen niet een kwartje van wat jij kunt. Zwaar, hè? Ja, dus misschien, ja, ergens moet ik dat wel toegeven. Dat gaat kloppen. Jij stuurde gisteren ja. naar mij. Ja, Pieter, wat moet ik aandoen? <laughs> ik zei iets subtiel. <laughs> voor mij is dit subtiel genoeg. Oké. Okay. Ja. Anyway, dit is iets wat, wat straks ja. ook gaat terugkomen naar de mensen toe: ja. dat mensen misschien deze maatschappij misschien meer met een façade bezig zijn. Of dat we ons laten ja. trappen voilà. voor een façade. en alles, maar er komen toe. Maar dat is de reden waarom ik u fucking interessant vind. Want wij hebben heel goede gesprekken op een aardig niveau. En dat gaan we vandaag bewijzen. Maar Ja... het, 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 het oppervlakkige, het, het zichtbare vandaag in deze maatschappij, dat is ook wel wat mij en heel veel andere mensen vanuit het topsportverleden. Ik ken een goede maat van mij, een hele goede personal trainer, Michael Kriekemans. Die gaat ook goed in de diepte. Maar die, die ergert ze eigenlijk ook heel veel om wat er eigenlijk op social media wat wordt gemaakt zonder dat daar diepgang is. Ja. En behuist volledig omgekeerd. Ik denk een van de hele mooie uitspraken die me altijd is bijgebleven en mevrouw ook telkens herhaalt, is de mening van een ander zijn mijn zaken niet. Jij mocht over mij denken wat je wilt, en dat is keihard leuk, want je vindt dat de max. Dat is een positieve reactie. Maar inderdaad, de, uiteindelijk de mening van anderen zijn mijn zaken niet. En waarom is dat zo belangrijk? En dat is opnieuw het verhaal waar we telkens op kunnen terugkomen. Is van als jij in uw authenticiteit kunt kruipen, als jij kunt zijn wie dat jij echt zijt, van binnen, niet van buiten, maar van binnen, en je op die manier je goed kunt voelen, ja, wat houdt er u dan tegen om de volgende stap te nemen? Want inderdaad, in onze maatschappij, en zeker de dag van vandaag, alles wat we doen, wordt gekeken, wordt opgevist, opgevit, wordt vingertjes gewezen. Dus alles zou de mogelijkheid hebben om gedemotiveerd te zijn. En geraken overgege... dus door anderen. Ja, door anderen, <tus> ja. Dus als jij zegt, van, als ik kijk naar het... Hey, een, beetje, een beetje clean, ja, oké, okay, ik kan ik naar het, zwarte schoentjes al. Eh, mijn Batman-logootje wegsteken, dat kan ik doen. Maar ik, dat ben ik, ik sta voor snelheid. Ik sta voor iets dat ja, sommigen een superhero soms kunnen omschrijven, maar ook veel diepte heeft, zoals dat heeft. Maar ik vind ook, er mag wat kleur zijn in het leven. Dat, ik denk niet altijd zwart-wit. Uiteraard is het wel belangrijk. Daar komen we ook misschien wel vandaag een paar keer op terugkomen. Soms is het gewoon zwart-wit. Die grijze zones, dat wil ik al helemaal niet. Maar wil ik zeggen, het mag ook wel gewoon eens wat aangenamer zijn. Het moet niet allemaal zo afgeleid zijn. En dat is dan weer die entertainerverhaal. verhaal. Als de mensen ook bij mij komen sporten en bij ons in de studio komen en bij ons bezig zijn. Er mag niet in gelachen worden, weet je, Humor is zo belangrijk bij ons. Het moet niet allemaal zo chok chok chok. Het mag ontspannen zijn. Ja, Terwijl het er ook ongelooflijk veel diepgang is. Hè? Want als je dat ja. zegt, van terwijl het trainen. dan komen we straks allemaal bij het ja. meisverhaal. en alles de gedachtegang erachter. Maar goh, gerust verder. Ja. Dus uiteindelijk, denk ik dat we misschien op terugkomen. is dus dat ik ben een master. in de bewegingswetenschap. dat wil zeggen dat ik een universitair diploma heb. Ik heb in Leuven op de Sportkot gezeten. Dat is een bewuste keuze geweest van mezelf. omdat ik altijd ben getriggerd door het sporten. uiteraard, vanaf vier jaar leeftijd in de sport terecht te Ik was 16 jaar toen ik in het buitenland ben gegaan. hoogste niveau in België gespeeld. Ik heb uh, dus in, in Heijsdel en Even noem maar, maar op uh, nationale goalie geweest. Ik heb een medaille hangen in, de, in het grote hockey hall of fame in Toronto hangt mijn zilveren medaille. Alsjeblieft. Dus ik was zelfs dan niet. Ja, Ik ben uh, uitgeroepen toe geweest als beste Zie goalie. Zie je wel dat je mijn zetel thuis hoort? Ja absoluut. Godverdomme. Uh, misschien moet je nog een trekkie. <laughs> ik wist het hangen. zelfs. <laughs> uh, wat ik zei en uh, het sport heeft mij altijd dus getriggerd. Beweging heeft mij altijd getriggerd. En dat wil ik me verdiepen. Dus uiteindelijk, vroeger de licentiaat lichamelijke opvoeding, dat was van ik wil wel verder studeren. Ik had ook al het gevoel dat ik de capaciteit had, de interesse. En dan leek dat wij ideaal gaan studeren, krijgen een universitair diploma en eigenlijk gewoon gaan sporten en nu gaan verdiepen in sport. En hebben de mogelijkheid om sporters te begeleiden. Dat was een insteek. Heb ik die studies afgewerkt. Vond jij dat je niet goed begeleid werd? Um, als ik nu bekijk. Ja en nee. Ik heb het geluk gehad dat ik een beetje een mentor had hier in België, die mij altijd goed heeft gestuurd en die heel veel kennis had. Die heeft mij meegetrokken ook naar Canada. Vanaf ik was acht jaar de eerste keer dat ik naar Canada vertrok, die heeft mij meegetrokken. Die is altijd het gevoel van er zit zo gekheid in. Want ze zijn altijd, gemoed niet gek zijn om in de goal te gaan staan in de ijshockey, waar ze dan een, ja, een puk naar jou toe gaan knallen die gewoon door het raam ja. kan breken aan tussen de 70 en 150 kilometer per uur. En daar had je voor gaan staan. Dus je moet niet gek zijn, maar het helpt wel een beetje. Ja. Dus je had dat door en, en mijn energie. En zeg ik, ja, ik ga je meepakken. Dus ik heb altijd wel wat begeleid geweest en gestuurd. Maar, en dat is weer het interessante eraan, het was altijd fysiek. We hebben nooit die mindset meegekregen. Die mindset had ik dan mee van mijn, mijn ouders. Van mijn vader, dat gewoon was van als ik thuis kwam en wij deden ons pijn. Zelfs onze moeder die vertelt dat verhaal nog altijd. Ik stond een keer in de goal, ik had een pukkel aan mijn oor gekregen. Ik was aan het huilen, ik was misschien 7, 8 jaar of zo. Ik was aan het huilen, het deed pijn, ons maakte gewoon een vingertje. Nee, keer maar terug. Ga maar terug op pleinen staan, dat is de moeite niet waard. Ja, tot achteraf bleek dat er wel een barst zat en mijn kraakbeen en noem maar allemaal op. Ja. Dus dat uiteindelijk ja, had ik. De harde ik, manier. Ja, de harde. Gewoon, als je iets wilt, ga het voortdoen. Okay. Uh, um, en dat was mijn ingesteldheid. Fysiek doorgaan. Tot wanneer het gewoon niet meer lukt. Zo simpel. Vroeger top sport altijd. Hè? Voilà, dat was het. En dat we dan was ja, ik uh, met mijn vrouw in contact gekomen. We zijn high school lovers. Ja, ook heel mooi. Um, altijd samen gebleven. 20 eruit. jaar nu? Ondertussen 20 jaar samen. Ja, ja. Fantastisch. Wow, mooi. En twee kindjes ondertussen, nou, we straks zeker nog wat dieper ja, in. Gaan, want dat is ook allemaal de trigger geweest. Dus mijn vrouw zit dan meer in de pedagogische structuur. Dus in het, uh, het sociale. Ik ben dan naar Leuven gaan studeren. Ik wil het nu kans. toch wel even meegeven. Dat er toch al, er is een adoptiezoontje. En daar gaan we straks op terugkomen. Dat vind ik fantastisch. Ik wil mensen nu al hier vasthouden, omdat er zoveel gaat komen nog komen. Ook hoe dat jullie met jullie kinderen omgaan. Ja. Met die combinatie. komen ja. we later op terug. Ik ga verder. Je ja, vrouwen, high ja. school lovers. Vallen voilà, high school lovers al samen. Ook het belangrijk dat we misschien straks op kunnen terugkomen. Ja. Dat is het dopamineverhaal. Um, in het begin zet je hey, de, 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 de vlindertjes fladderen En oh, liefde. Dit, dat. Maar wij hebben heel snel een connectie met elkaar kunnen leggen. Naar vrijheid. We hebben elkaar altijd de vrijheid gegeven. We hadden een goede connectie. We goeie hielden van elkaar toen al, nog altijd uiteraard. Maar toen er was een connectie. Maar we hebben altijd gezegd in elkaar: als jij dat wilt doen, dat is oké. Okay. Ik ga niet in de weg staan van uw passie. Ik ga niet in de weg staan van uw dromen. En zij zal op een bepaald moment drie maanden naar Zuid-Afrika gaan, want daar is dan het adoptieverhaal eigenlijk ook een beetje uit te komen, voor haar, uh, uh, um, haar stage te gaan doen in Zuid-Afrika, drie maanden lang. En dat was ook toen de periode dat ik constant, ik zat in Duitsland, ik zat in, uh, in Canada trein geven. Dus ik was ook constant aan weg aan het gaan. Ik ben dan in Leuven gaan studeren, zij zijn in Gent gaan studeren. We hebben altijd die vrijheid aan elkaar gegeven, maar oh. toch telkens kunnen terugkomen op die standvastigheid, wetende ik kan terugkomen. En het mooie daaraan is dat Sharon heeft mij laten inzien. Dat er meer is dan alleen maar hard gaan. Dat er ook een nu is. Een gevoel van dat je het nu wil bekrachtigen. En op een bepaald moment zijn we op huurkseis gegaan naar Kenia, uiteraard. Afrika. Sharon was helemaal verkocht in Afrika. Als je geen keer in Afrika geweest, bent, het is ze meestal verkocht in Afrika. Het land, hè? waarschijnlijk van, van heel de wereld eigenlijk. Ja, hè? ik mooi. Heel Zeker. apart, hè? Ja. Je moet altijd een tip dat geven als mensen die naar Afrika een keer op vakantie willen gaan: ga op zoek naar een regio en ga op zoek naar de lokale structuur. Ja. Ik vind dat iets heel apart. Is. Het rijkste land ja, maar dat, dat het armste is. Hard, Daar klopt iets niet. Nee. In onze wereld klopt nee, iets nee, niet. Nee, dat is niet. het rijkste land, ja. het grootste land, en dat houdt men arm. Ja. Ja. Ik vind macht. dat... Macht, hè? macht. puur macht. Ja. Maar zolang dat er een wereldorde niet iedereen educatie en eten geeft, geloof ik ze niet. Nee. Nee. Dan is het voor eigen belang. Nee. Even dit Ja. Voilà. Maar Afrika dus, dus ja? Ver, ja voilà, bam, Afrika dus, huwelijksreis in, uh, in Kenia. En daar hebben we eigenlijk de beslissing gepakt, op huwelijksreis. we gaan aan kindjes beginnen. En toen hadden we nog het idee van oké, okay, we zijn biologisch vruchtbaar, alles lijkt logisch, alles marcheert, dus we gaan gewoon voor hun eigen kinderen. En we waren op dat moment, Ginter, bezig en er kwam een groep en die groep was aan het uh, turnen en noem maar op, zo'n beetje amusement. En er waren allemaal lokale bewoners, jonge kerels tussen de 14, 18 jaar. En dat is ongelooflijk wat voor talent dan die hadden. Maar nadien moest hij vertrekken en wij hebben helemaal rondgegaan daar. En die gaan dan gewoon, ja, arme Afrika, waar ze arme Kenia, waar we toen zaten, gaan zij gaan overleven. En toen hebben wij beslist van wat als wij nu eens één iemand de kans geven in zijn leven om te doen wat hij wilt. Want uiteindelijk draait het daar dan altijd rond. Wij zijn hier, wij kunnen kiezen, wij hebben de vrijheid. Maar daar hebben ze die keuze niet. Daar moeten ze overleven. Daar is nog altijd overleven. En toen hebben we de keuze bewust genomen: van oké, okay, we gaan een biologisch kind zelf maken. Dat is ook gezellig. Hè? Um, het is ook iets unieks. Het is ook de... niet, niet te veel over die weten. <laughs> maar het is ook mooi. Hè? Het is weer de samenkomst van liefde en noem maar op. Maar we gaan één, kans een kans, één kind een kans geven. Dus we gaan kiezen voor een bewuste adoptie. En dan zijn we dat proces gestart. En dan we hebben we ook eerst ons eerste kindje, zijn we dan nog een keer verloren. Dus dan kwam dat helemaal een beetje het mindset, de emoties, dat ik begon te voelen van, wauw, het vaderschap. Dat is toch iets diepgaander. Ik denk, zelf, vader. Als je een keer dat je vader wordt, dan de wereld komt, dat, verandert. komt alles op de tweede plaats. Ja, de wereld verandert. Dus plotseling je prioriteiten veranderen. En toen heb ik het gewaar geworden van, oh, waar ik eigenlijk mee bezig ben, is eigenlijk net hetgene dat ik altijd gezegd dat ik niet ging doen. Ik heb mijn vader eigenlijk pas echt veel tijd mee kunnen spenderen. Eén keer dat ik ouder was dan twintig die was altijd aan het werk, die was altijd weg. Ik heb pas gezegd: Wow, ik werk 60 tot 80 uur in de week. Ik zit nooit thuis, ik, dat gaat niet lukken. En dan is ons Linde gekomen, mijn dochter was er als eerste. En dan nog altijd was het idee, want we hadden net de verhuisen en groeien. Nog altijd, bam, en gaan. Mensen inspireren, nieuwe fitnesszaken. Ik de grootste, bam, en gaan. Ik doe er nog altijd, by the way. Zo. Nou, we gaan Zal we eens even op terug. Ja. Ja, ja. Um, maar toen was het gaan nog altijd een functie ja. het letterlijk groeien. Ik zei het eigenlijk in mijn intro. hè. Met de familie samen, 3 uur rand. En ook vooral omdat de, de, de volgende stap daar was, daar komen we later op terug. Maar ook dat mensen zoveel naast, dat je een ongelooflijk coachen in zo divers op veel vlakken. Dat ik denk dat deze, wat je nu aan het vertellen bent, terwijl je aan het vertellen is, denk ik zo, ja, fuck joh, goed dat ik niet meer in een zetel zit. Goed dat we dat delen, want veel mensen hebben ook behoefte aan de fouten die wij ook hebben gemaakt. Ja, en dat mag, hè. Ja, ja maar jij dus kunt dat, zo die vlak ja? coachen In ja, plaats van dus dat je op een vlakje gaat naar een personal trainer Nee, dat is het inderdaad. Ja. Ik heb het ondergaan. Dus inderdaad, ik kwam tot het besef van, oh, ik ben niet goed bezig. En die vraagstelling kwam. En die vraagstelling kwam, maar toch was het nog een beetje, ja, want je zit met veel geld gefinancierd, dus je moet doorgaan, dus het zal wel even nog een paar jaar en bla, bla. En dan op een bepaald moment krijgen we de toewijzing van onze mama die. ons dus tweede kind, adoptieverhaal, Kind die naar huis komt met een rugzakje. Elk kind komt naar huis met oh, een rugzakje. Fucking Dat was toen twee guy, jaar. Eh? Zalig. Misschien. Hey. Oh, prachtig. Ongelooflijk. Um, kerel tot en met, sucks back. zalig. Ongelooflijk. Um, ja, ja. kan niet zeggen dat het van mij heeft. Dat <laughs> ja, is ongelooflijk. Maar, maar ik kom er steeds op terug ja, hoe dat hier familie zit. Dat is ongelooflijk. Toen inderdaad, als, als we de toewijzing kregen, dan weet je, op een bepaald moment krijg je een bericht dat je binnen de week kunt afreizen. Hoeveel is jaar zijn er mee bezig? Vijf jaar. Bam. Dus we hebben daarom nu als dus een bewuste adoptie, we hebben elektric op het moment, dus dat we in Kenia zaten, hebben we dat beslist, daar zijn we alles beginnen opstarten, vijf jaar lang. Um, lang proces kan er niet op ingaan, want dat kan ik zelf al twee uur over babbelen. Ja. Heel spijtig ook dat het zo moeilijk moet zijn. Goed dat er veel controle is, maar ook heel spijtig ja. wat erachter zit maar af. Hè? Um, maar op een bepaald moment moet je gewoon de capaciteit hebben om te kunnen zeggen van ik moet morgen vertrekken, ik ga mijn kind gaan halen. Ja. Ja. En in de huidige organisatie die ik toen zat, ging dat niet. Maar dat gaat aan het werk waard. Ja, Mijn medevernoten zeiden toen: nee, dat gaat niet. En dan dacht ik: van ja, maar we spreken hier over een mensenleven, over een kind. Over uw droom. Ja, over uw, over, uw wat wens, dat, wat over dat. goed doen. Voilà. En ik kan hier, maar ik ben zelfstandig. Ja, maar je kunt de zaak niet achterlaten. Je kunt niet gewoon een week vertrekken. Dat gaat niet. Waanzin. En toen ben ik in Sharon mee in contact gekomen, met haar en ik zijn in een gesprek aan, like dat wij hier zitten. Ja, dat was toen al nou wel uw vriendin. Wij waren al getrouwd. Maar zijn in contact gekomen. Nee, op dat zeggen, moment, en, heeft mindset zij gezicht. Ja. Ja. Dan is die mindset er naar boven komen. Sharon gezegd... voor kijk, Timmy, ga je ze eigenlijk echt met je bakjes op, tegen de muur ja. moeten lopen? Dat is. wat What the fuck zeg je ja. die nu? Ik kwam tot besef en Sharon heeft dan nog een keer dus doorgeduwd. Altijd iets ergs zijn. Om, Typisch. om u te laten stilstaan. Ja, maar, en dat is denk ik dat als dat dat mijn voordeel van als coach zijn, dat ik dit verhaal meer en meer, en opnieuw dankbaar voor, dat ik dat nu in een groter publiek zelf kan delen. Want ook ik heb het meegemaakt. Mensen kijken soms nu naar mij. Oh, Tim Timmy Beelder is alles perfect. Ja, maar ik heb er ook gestaan. Sharon heeft letterlijk toen tegen mij gezegd: face-to-face: -face, kijk, Timmy, nu ga een keuze maken. Ofwel doe de voortgelijk dat hij doet, en zijn de kick met de kinderen weg. Ofwel paste uw mindset en hand uw structuur aan. En gaan we als één geheel verder. Ongelooflijk. En dat was inderdaad mijn gezicht tegen de muur. Bam! En dan dacht ik van ja, maar alles wat ik aan doen was was een functie daarvan. En blijkbaar ben ik verkeerd bezig. Ik krijg een kropje. <laughs> ja. Dus bam, dacht ik. goed, je moet veranderen. Dus wat moet je dan doen? Actie ondernemen. En dat en... zij echt voor ogen wat je moest veranderen. Nee. Zij ook niet. Nee. Het eens dat we wisten van Timmy, we gaan er, als ge... we houden van elkaar, we hebben een gezin nu. Je wilt het gewoon. We, we gaan het gewoon maken. Ja, hoe, hoe weten we op dat maar moment? We gaan het eerst, maar, eerst gaan we de onze halen. Actie, ja, voilà. We zijn teruggekomen en dan moeten we dus gaan kijken... Dus jullie zijn gewoon vertrokken. We zijn vertrokken. Je hebt je zaak daar achtergelaten? Ja. ja. En je gaat naar daar. Ja, we komen terug. Ik heb een zoon mee. Onze dochter was ook mee. Veel mensen zeiden toen ah, dat was in Guinea Onze Mamadi is van Guinea afkomstig. Net achter de ebola-pandemie daar. Dus toen hadden we zelf nog eigenlijk een beetje een negatief advies om te vertrekken. Maar wat gaat doen? Je kunt uw kind halen. Je kunt ja, ja, ja. Uw, dat is ons kind. Hè? Dat is, is ja, ja. niet mijn biologische zoon, maar dat is mijn zoon. Ja, ja. Dat is, hij draagt niet mijn bloed, maar hij draagt mijn naam. Ja, ja. en hij draagt, Dat is mijn zoon. En zelfs misschien nog meer verantwoordelijkheid. Ja, van ja, uw kant? ja, want wij hebben gezegd dat wij die, dat kind een kans gingen geven. Ja. Dus nu moeten wij ook gaan verwezenlijken. Daar ja, komen we straks nog toe, ja. um, Dus teruggekomen naar en dan is natuurlijk alles begonnen. Want dan zegt hij hem, ja, oké, okay, ik ga voor mijn gezin. Maar ik zit in die situatie. En ik zat vast. Ik zat met al het geld dat ik had. Mijn vader zat er ook intussen mee uh, gefinancierd. Alles zat erin. En eigenlijk, als het eerste puntje om een lang verhaal kort te proberen te maken, kwam het erop neer dat ik nog vijf jaar ging moeten doordoen om in die te zaak nu wou laten nee, gaan. Om dan te kunnen zeggen, nu mocht je gaan. En dan heb ik samengezeten met Sharon. Dus dat zie je ziet niet alleen je zaak weggang. je ziet eigenlijk de al. investering ook een al. stuk dus van uw vader. Twaalf jaar lang heb ik daarin geïnvesteerd. Twaalf jaar lang. En dan hebben we letterlijk dag op dag. ...heb ik, ik besloten, stekker, Tchok. Fuck Vet. it. Fuck it al, ja. ja. Fuck it. En ik kies... Soms we moeten doen. we meer fuck it zeggen. Maar niet alleen gewoon fuck it om in de zetel te gaan nee, zitten. Hè? Maar om te handelen. Ja. Handelen. En dat komt we straks juist ook terug. En dat is die motivatie dat ik die iedere keer terugbreng. Ja. Want daar komen we straks toe voilà. waarom heel veel mensen falen ook. Ja. Alleen falen in hun eigen stappen, in hun eigen ja, ontwikkelingen. Op één Oké, we komen er wel. Dus wij trekken de stekker uit. We hebben niks meer. Alles financieel. We hadden zelf een borg boven ons hoofd hangen. Dat we de kansen dat we ons huis gingen kwijtspelen. We hadden niks. Maar we hadden ik wel. Ik had mijn gezin. En uiteindelijk wat was mijn primaire doel: mijn gezin. Ik had mijn gezin, dus ik was eigenlijk al geslaagd. Hoe dan maar uitgekomen, het zal wel komen. En dat is het mooie. En daar is de. Was dat vooral uw vrouw dat dat zo zei? Of, gij, gij, Samen, zoals op dat moment. Nee, gewoon toch wel de angst. Is er ja, wel. toch wel. Ja, de angst he? is er wel, absoluut. Want uiteindelijk we leven in een maatschappij. Maar als ik u, u en uw vrouw zo kind, dan denk ik dat jij degene waard die het even niet meer wist. Nee, nee. En dat zij je groestelde of te zeggen van. Ja. It's gonna be okay. Ik denk, opnieuw mensen zien gezegd, dat wij zegt. dat die dat we vaak creëren. Dat is ook een beetje het entertainerverhaal, dat is mijn Batman verhaal eigenlijk. Ik kom altijd naar boven voor als energiek hè, en smilend en lachen. Maar ik heb tegen die depressie, ik heb tegen die burn-out, ik heb tegen een scheiding eigenlijk, ik heb tegen alles, verlies van alles gestaan. Maar ik heb net op tijd de handrem kunnen optrekken en mijn superpower, en dat is ook het Batman-verhaal: de superpower kunnen activeren om te zeggen: van, Ja, maar ik ga niet opgeven. Want dat is de enige kracht dat Batman heeft. Batman is niet gelijk superman, ik kan vliegen of zo. De enige kracht dat Batman heeft is: hij geeft nooit op. En dan heb je gezegd: Oké, okay, en daar gaan we voor. Ik ga niet opgeven, ik weet wat ik wil en we zien wel waar we komen. Hoor we terwijl op de achtergrond even een koffieapparaat dat aan het proper maken is. Voilà, het is, Schedden, ja. het is gedaan. perfect. En dat is ook het moment, dus ik had mijn opleiding, ik was in de fitnesssector, ik was aan het werk als personal trainer, maar altijd gericht op het fysieke. Ja. En toen inderdaad is mij... Dank u, nog veel oh, Absoluut, ja, ja, We, zijn, we, we de... zijn er ontkomen, ja. Voilà. Ja, 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 ja. En dan kwam de Meis op mijn pad. Ja. Okay, ja, ja, want dat is ja. dan de volgende opleiding die ik gevolgd heb. Ja. Dat kwam, en waarom kwam die dus meeste... Je hebt die zaak dan achtergelaten? Ja, Waar staat er dan? Nergens. nergens. Ik heb toen nog even een overeenkomst gekomen, want ik moest een inkomen creëren, dat ik zelf nog bereid was om een aantal lessen en trainingen daar te blijven geven, totdat ik het gewoon iets anders had, want ik had niks. Okay. Nou, en ik kon ook niet gewoon direct vertrekken. Ja, wat was uw volgende dan? stap dan? Nadenken. Ja. Nadenken. Heel veel nadenken. En het probleem is, als je iemand bent die fysiek ingesteld is, en niet op weg weet met je emoties, dan is dat moeilijk. Ja. En dan komen we op het verhaal van oké, okay, dan moet je iets doen en dan was er een goede vriend van mij die had gezegd, Tim, probeer eens yoga, ga eens op rust, ga eens naar meditatie. Ga je als hier al zitten? Mijn voet is waarschijnlijk nog geen twee seconden stilgestaan. Ik steek mijn in de yogaklas, heb ik gedaan, geprobeerd, ging gaan zitten, na achter vijf minuten spraken ze over, een Mob beetje mobiliteit was aangenaam, beweging. Stretching. Ja, eigenlijk karnen. op zich wel niet ja, ja, slecht Nee, nee, ik geef nu ook dergelijke vormen, ja, maar ja. op een andere manier. En dan op een bepaald moment ging het een. Voor oude... u was de stap nog te groot? Ja, die sprong was zitten. Te... Ik geloof stilveren. wel, ik ben ouder dan u, ik geloof wel dat we naartoe toe gaan. Ja, ik... Maar voor mij was het hetzelfde. Voor mij... nee, toen... Ik had rust nog niet. Hè. Oh, dat, dat is weet. het. Hè. Ja. Het is niet yoga daar. Nee, nee. Het is yoga, het Duur, is het fantastisch. Niet. Het is kunnen remmen, het is kunnen afvallen, ja. het is kunnen indalen. En dat was het gewoon een grote stap ver. Ik moest daar dan liggen. Ik ja, moest op een moment gaan. iets met een boom en blaadjes. Dan ga je niet denken aan niks. Als ik aan niks denk, denk ik aan 500 dingen tegelijkertijd. Ja. Dat was een stap te ver. Dus de verzoektocht ging verder. En dan is, toeval bestaat niet, de mees. De stielmeesbel op mijn pad gekomen. En wat mij daar onmiddellijk integreerde, één, dat is een wapen. Ik zat in een eigenlijk Ik ga dat een beetje omschrijven voor de mensen. die Dat is eigenlijk een. Knots. Een knots, hè? Een ijzeren knot. Ja, puur staal ja die in, de, nee, vrij lang ja, die en, dat je in beide handen kunt vasthouden ja. in één hand kunt vasthouden bij de ja. en daar doe je bewegingen eigenlijk aziatische, ja, ge, ja, gevecht, bewegingen, een aziatische die vind ik bewegingen ja. bewegingen mee ja. Ja. en dat triggerde mij onmiddellijk want het was een activatie het was een wapen ik zat ook in strijd met mezelf het was een wapen maar wat dat mij triggerde was die steel mace die mace belt gewicht het allemaal aan één kant dus de doel, het doel van de mees is u uit balans brengen. Op dat moment had ik een inbalans tussen wat wil ik doen en wat moet ik doen als werk, en mijn gezin en relatie. Dat was niet in balans. Ik zat niet in balans met mezelf, fysiek en mentaal. Dus ik was uit balans. Die Maze, het enige dat die de meest wil doen, is mij uit balans brengen. Dus ik had het idee. Omdat je knots langs die je kant kant is. Aan de ene kant. We noemen dat een offset-principe binnen de training. Ja. Dus ik Dat zo een grote barbel nemen, een klassiek gewicht. En dan helemaal aan de ene kant gewicht steken. Trek het scheef. Dan ja. moet je keivelbalans zoeken. En toen is me heel snel, als in het allerbegin ook dat dat opkwam. Is me snel de trigger gekomen van. Een, maar wacht een keer. Omdat ik fysiek ingesteld ben. Als ik dat kan beheersen. Als ik de mastery over die maze kan bekomen, als ik die maze niet de controle over mij kan geven, maar als ik dan kan zorgen dat ik de controle over die maze kan krijgen en daar mijn balans in vind, vind ik misschien niet ergens anders ook mijn balans in, omdat ik weet hoe dat moet. En het mooie aan het stilmeest volverhaal, en dan schuif ik daar eigenlijk zo'n beetje in, is dat we letterlijk het mindsetverhaal naar voren brengen. Elke stap heeft een betekenis. Als je een pijl en boog trekt, gaat je kijken wat is mijn doel? Wat kan ga ik gaan afvuren op mijn doel? Een pijl en boog is de eerste stand van krijger. Je zit op een veilige afstand, stond op een burgt of achteraan. Ze gingen dat als eerste aanval doen, stond veilig, maar het is wel een krijger. Dus je hebt een doel. heb een, een doel. Ik kijk naar mijn doel. Je hebt uppercuts dat je in gaat draaien. Je gaat je dus ga ze je nu je bewegingen, ja. met je stijlvolle ja. bewegingen met de mees, zit aan het koppelen ja. aan wat in ik? het leven. Hoe voel ik mij? Ik zet een stap naar voren. Ik wil in het leven vooruit. Maar hé, hey, wacht. Bam. Ik zet een stap achteruit. Ik word teruggeslagen. Ja, allemaal in ge... disbalans. In uitbalans. Ja. Ik moet mijn balans proberen te houden. Maar geen zorgen. Ik kom terug. De nieuwe kan... core wordt getraind. Voilà. Ik kom terug. Ik ga bijvoorbeeld in een squatbeweging. Wat maakt mij sterk? Zodat ik weer een Waar stap Waar vind ik terug mijn stabiliteit? Voilà. Waar gronden? Waar zit mijn kracht? Ja. Een diamondbeweging. Diamondbewegingen. gaan we heel breed gaan staan. We gaan we onszelf gaan gronden. Wat zijn mijn waarden? Wat maakt mij sterk? Wat zorgt ervoor als ik in een brede stand ga staan? De sumo stands. Ik probeer me in een sumo worstelaar omver te duwen. Brede stand, heel diep. Wat maakt mij sterk? Die vraag stel ik me aan. Wat maakt mij sterk? Als ik weer naar voren ga, ja, maar wat wil ik naartoe? Als ik teruggeslagen word, ja, maar wat houdt me tegen? Jij bent nu bezig over de meis. Maar eigenlijk... De meis wordt nooit het populairste. Heeft zoveel waarde. Ook zelfs in het... Uh, ik weet zeker dat er topkinesisten de meis leren kennen. We hebben het keer al liggen sturen. Qua revalidatie naar de, knie, oh. naar de kruisband en alles. Is niet normaal wat je daarmee kunt doen. Toch wordt dat nooit het populairste worden. Of misschien heel veel langer. Maar, maar daar maakt het mij niet uit. Het gaat er maar over dat. Nu ga ik een link leggen naar mensen die, andersom, die problemen privé hebben. Ook in de sport terug zichzelf kunnen vinden. Voilà. Hè? Ja, klopt. Hè? Zoektocht wie. Dat ben, ben ik. ik. En dat hoeft ervoor niet met de meesten te zijn. Nee. En dat is de reden waarom, dat gij, als jij dat nu aan het vertellen bent, kom ik ik mijn kant hier vertellen om te zeggen van, daarom is die fucking Timmy speciaal. Want die gedachtegang waar jij achter je zoekt, helpt zoveel mensen. Ja. En ik denk dat het zelfs, hoe zit het eigenlijk bij jullie met mensen die eigenlijk Fysiek en mentaal trainen bij jullie. Want ik heb je wel eens horen zeggen: vaak komen ze fysiek trainen ja. en dan neemt uw vrouw een ja, mentale de combinatie. Hè? En de basisbenaming dat je daar kunt uithalen, is zo mooi. Het zit zo verweven eigenlijk in onze taal: is emotie. Emotie is energie in en beweging. Energy in motion. Emotion. Energy in motion. Ja, fantastisch. Dat is prachtig. Mensen komen uit bij mij ze hebben een fysieke klacht. Of ze denken, ik zit niet goed in mijn vel, ik wil een paar kilo vermageren. Gelijk wat. Wij brengen die mensen in beweging. Als je mensen in beweging brengt, kom je in contact met jezelf. Kom je in het hier en nu. Je komt je tekorten tegen. Je komt tegen waar je eigenlijk goed in bent. Dat is natuurlijk ook weer een goede coach. Die moet kan sturen van, je een tekort aanvoelen, want dat kun je op trainen. Als je alleen maar zo trainen waar dat goed is. De in bent, eerste stap is de grootste stap, voilà. vind ik. Ik ga motiveren, ga stimuleren, maar door te bewegen... Komt je in contact met jezelf? Wij, wij hebben op Your Way of Life hebben wij het Reconnect-traject gedaan. Een van de punten is beweging is zo belangrijk. Naar depressies, naar verslavingen, naar whatever. Ja. En het is net het moeilijke, want daar gezegd, mensen komen in beweging. Mensen zakken dieper weg in ja. hun zetel voor ja. Netflix, voor whatever. Achter hun kastje, terwijl ze moeten discipline en beweging. Ja. Voor mij nog liefst in fasting state, in niet eten, dat ze daar die endorfines gaan krijgen. Ik geloof keihard dat dus het gelukzaligende stof in je hoofd, gecombineerd met, uh, met nog niet gegeten hebben en zelfs de matcha, door het gelukzaligende gevoel, echt mensen uit de depressies kan komen. Dat is interessant, want dat is gezegd als dat battleverhaal. Ik denk dat we net over bezig waren. Hoe komt het dat bij sommige mensen dat lukt? En bij andere mensen niet. Hoe komt het dat bij Goeie ons go. zo makkelijk gaat en bij iemand anders niet? Wij zijn daarmee opgevoed. Wij weten... Dus straks wat u, uw valkuil was? Ja. Eigenlijk. Voilà, ja. Wij weten vanuit onze topsportervaring, wij moesten trainen. Als je wilt presteren op een wedstrijd, dat is uw doelstelling, je wilt presteren op een wedstrijd, dan moet je je passie, bij u was dat met de balken gooien, dan moet je dat continu repetitief herhalen. Wanneer doet je dat? In het hier en nu. Hij pakt die bal vast, je kijkt naar die korf. Gedropt. En je wordt beter als je meer doet dan de ander. Voilà. Herhalen, herhalen, herhalen. En, het en gire... ook als de anderen het niet doen op een zondag, en ja, jij doet het uit. wel, dan ga je ja. vooruit. Dus jij hebt al van jongs af aan, ik heb het ook al, verschillende mensen die in dat verhaal zitten, hebben altijd van jongs af aan een ervaring van endorfines gehad. Le le lees eens dus even hier, wat er hier op de muur staat, erboven. Je ja. nou, moet je in het donker afzien om in de spotlight te schitteren. John Lordon, dat is yes. mijn vader. Ja. En dat is... Dat heeft hij mij altijd bijgebracht. Ja. Maar dat is weer de dat harde is, school die jij ja. en ik hebben ja. gekregen. Nu, en dat is educate to heal. En nu komen we net op het verhaal dat we vaak onderling soms veel meer elkaar sturen. Hoe komt het dat ze dat niet zien? Dat is omdat wij weten. Nee, wij, wij gunnen zoveel tuurlijk. mensen die denken dat ze niet kunnen. Ja, maar ze kunnen het wel. Het ja. is helder. Maar, en dat is het interessante, ik dat net aangaf, Endorfines. Als wij gesport hebben in die fasting state het wow, is zalig. Er voelt niks anders meer. Goed gevoel, Dat, dat oh, komt zalig. automatisch, de natuur, Maar hè? wat als je dat nog nooit gevoeld hebt? Wat als je nog nooit meegekregen hebt van jongens af aan van hoe dat, dat kan zijn? Hoe kun je dat dan gemotiveerd zijn dus om dat je je af te zien? Dus dat je ja. eerst opstaat, eerst een boterham met choco. Tuurlijk, want wap direct de chocoladeep, direct dus dat, negatiever? Ja, want op de eerste moment die een boterham met choco, geeft u goed gevoel. Want oh ik krijg suiker binnen, juist. Ja, ja, Of de Kellogg's mee ja, melk goed, of. Op, op, op. Dat is de eerste gevoel. Dus en je dat moet dus... eigenlijk al dingen gewoon ontzeggen, ja. om daarna een In gevoel... dat is en die goed. stap dat te veel is. Ja. Dat wij denken dat te veel, te ver is voor mensen, ja. en dat ze niet kennen. Klopt? En, ja. En dat is eigenlijk het verhaal. Dus opnieuw, wat ik je zeg, dat ik nooit stop en dat ik die authenticiteit probeer te blijven, nooit stop met te leren. Na mijn meest verhaal werd die koppeling van ademhaling gelegd. Dus ik ben dan Steel Mace Flow Educator, level 1 instructeur. Ik word herkend door Amerika, daar ben ik getiggerd door het ademwerk. Dus Oké, okay, maar we moeten ademen, we denken al oh, dat we ademen, maar door de adem gaan we ons meer gaan bewust worden van onszelf. En daar zit allemaal de, alles wat me bezig. Ik ben nu mee acupressuur bezig, drukpuntsystemen, systemen, intermittent fasting, alles, intermittent living in totaal, ijsbaden, koude. En op wat komt het allemaal neer? Op flow. Wij willen onszelf in een structuur brengen dat we een flow kunnen ervaren. Wat is een flow? Voor ons lijkt dat logisch. Opnieuw, we zijn zo opgegroeid. Dat is ons sporten, dat is die intermittent fasting state. Wij, voor ons lijkt oké, okay, en ik kijk uit naar het volgende: dat is dan dopamine. Iedereen werkt op dopamine. Dopamine is onze drijfveer. Zonder dopamine gingen wij nooit. fuel. Ja, zonder dopamine gingen we nooit geëvolueerd zijn tot de mens die we nu zijn. Dan gingen we in ons grotje gezeten hebben. En dopamine is een, dopa, is een molecule van verlangen. Een molecule van meer. Ja. Maar, meer. maar ze maken ons verslaafd. Ja. In de foute zaken. Voilà. En waarom is dat? Op het kastje van onze eisen. Ja. Want dat is dopamine. Dat is het volgende. Swipe. Volgende. Op de YouTube. Verslaafd. Ja, op, op de Twitter met veel informatie. Alles en dan moet je zelfs Zelf in ons dopamine. Ik ben me nu ook een beetje aan het verdiepen. Heel interessant. Heel veel nieuwe informatie daarvan vrijkomt. En dopamine zelf heeft ook al twee circuits. Dopamine heeft een circuit die puur gericht is op verlangen. Dat is van je kind af aan. Je wil meer. Ik wil, mij... ik wil eten. Ik wil ontdekken. De reden waarom wij als uit Afrika vertrokken zijn, is omdat er mensen waren die een derde mate trigger hadden op hun dopamine, lange allelen, die op zoek gingen in hun DNA van, ik wil, ik wil kijken wat is daar achter de hoek, ik wil naar daar. Dus dat heeft ons gebracht tot waar we zijn. Um, dat is het verlangencircuit. Dat is de reden waarom wij ons willen voorplanten. Ja, maar ik wil mijn DNA, mijn genen, wil ik verder zetten. Dus ik heb een verlangen om iets te doen. Ik heb voedsel nodig. Ik wil gaan kijken. Mm, dat fruit ziet er vers uit. Ik wil verlangen. Dopamine. Dat is jij al zegt. Wat als nu op inspelen. Alles kleurlijk. Fastfood. Uh, Netflix. Noem maar op. Snelle dopamine. Bah, 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 snel. ah, waardoor dat wij ook niet meer gelukkig zijn, want we nee. krijgen te weinig voilà. gezonde dopamine. Ja. En dat is inderdaad het tweede circuit van dopamine. Ik denk dat wij ook de eerste generatie zijn die de gevolgen hiervan dragen. Ja, ja want... Voor, voor wij wij weten nog hoe dat was voor vroeger, ja. uh, anders te... Ik, ik zei dat onlangs nog uh, tegen iemand, ik zeg, ja, ik was, ik vroeger was ze Ierse, daar er stond die een brommer aan die kroeg en elke woensdag hoopte ik dat die een brommer er zou zijn, want dat was mijn eerste lief en een week, een week keek ik uit en kreeg ik ja, wat gevoel in mijn lichaam? Van, oh, zou er woensdag die in Brommer staan, zou ik die zien? Schitterend. Zien. En dat is ook nu dopamine. Hè? Dat, Verlangen. Maar dat is een week lang. Ja. Maar kijk nu eens uit. hebben wij op een uur hebben wij duizenden impulsen gehad. We je fucked up? Ja, en dat is het gevaar. Want het andere dopamine circuit en het andere dopamine circuit is meer het controle dopamine circuit. En dat gaat ervoor zorgen dat we de juiste keuzes maken. Ik kijk naar voedsel, welk voedsel kies ik? En dan begint al moeilijk te worden. Wij gaan en dan kiezen. worden we gemanipuleerd door de... Ja, dat door is nog de... helemaal moeilijk. Ja. Maar welke voedsel ga ik kiezen? Um, ik zie twee wegen, links en rechts. Wat is voor mij de meest veilige weg? Ik kan niet gewoon een weg kiezen, dat is de eerste dopamine, dat is het verlangen. Ik wil weg. Nee, ik wil de juiste weg. Dat is het controledopamine. dopamine. Controle dopamine zorgt ervoor dus dat we de capaciteit hebben gehad vroeger om niet enkel te vluchten van een leeuw, maar om ook te zeggen, weet je wat, ik ga hier een vuurstok nemen en ik ga die een leeuw weggehaan. Ja, ga fight, ja. well, fight and flight. Fight and flight is eigenlijk het hier en nu. Daar kom ja. ik zo meteen op terug. Dopamine gaat er eigenlijk voor zorgen, en die controle dopamine, dat we in de chaos, een moment van chaos, toch een veilige, gestructureerde, of laten we zeggen, de meest beste voor mij op dat moment keuze kunnen maken. Het nadeel is, en dat is dan heel interessant om mee te geven, dat wordt ontwikkeld in ons uh, prefrontale cortex, cortex, cortex uh, kwap vooraan, uh, cognitief brein, en dat wordt maar volledig ontwikkeld regio leeftijd 20. Dat is de reden waarom dat tegenwoordig al die jeugd in die verlangendopamine, allemaal verlangen, allemaal verlangen, allemaal verlangen, allemaal verlangen. En die kunnen geen keuzes maken. Die gaan alleen maar voor het snelle, de quick fix. En dat wow. is normaal. En dat is onze maatschappij, die weten dat. Wauw. Dus... Maar dat wil ook zeggen dat het eigenlijk normaal is dat maar... jongeren gewoon geen keuze kunnen maken. Want die zijn nog niet daarvoor ontwikkeld. Wauw. Dat is het dopamineverhaal. En onze maatschappij... Wat wij die mannen... verwachten op, op jongeren van 14, 15... Wat gaat er later worden? Nee, dat gaat niet. Die zijn nog niet ontwikkeld daarvoor. Die moeten nog ontwikkeld worden, die keuzes. Dat kan zelfs niet. Nee. En, eigenlijk logisch. Natuurlijk, daar moeten we tijd moeten geven. We moeten, dat tijd we moeten... Ons, heel onze opvoeding, allee, oh, ons opvoeding, ons schoolsysteem, nu. Zeker nu. helemaal naar een, een goede, gezonde basis, basis. brengen, zodat ja. ze later keuzes kunnen maken ja. in de plaats van nu... basis van hun interesses. Ja. ja, want dat is interessant. Als we kijken eigenlijk, iedereen wil een doel. Dat is de bedoeling. Mensen die doelloos zijn, hebben geen reden om te leven. komen in depressie, angst. Als we vroeger die dopamine niet zo hadden, dan leefden we in angst. Angst kan dopamine overschrijven. Dan ben ik in angst. Ik kan niet bewegen. Ik kan hier blijven zitten. Ik kan niks doen. Ja, ja, ja. Heb je die dopamine nodig? Ik ga vooruit. Dat ja, gaat ook niet leven. Ja. Dat klopt ook, nee, dus, ook niet. Dus we hebben dopamine nodig om ja. effectief iets te doen. We moeten een, een verlangen creëren om naar iets toe te willen steven. En daar begint het eigenlijk mee dat ik bij de meeste mensen, en uh, dat is ook mijn verhaal opnieuw, en dan, iedereen heeft zo wel een dergelijk verhaal, is: maar wat is uw einddoel? Je moet echt een, een long distance, maar echt long distance. Het dat... bij mij toch al veel veranderd, En dat mag veranderen, maar ergens misschien had er wel altijd een vaste kern. Zijn. Nee, misschien. Ik heb het ook of... altijd doordat je een doel stelt, heb ik het ook altijd behaald. Ja. Maar heb je bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven van mij, We mijn absolute einddoel? zijn vertrokken, absolute einddoel <laughs> eind is ik wil 100 jaar worden, gezond. Gebeperkt ge u want ik zou zeggen 110. Met, ja, dan begin ik 100. met 100, ge 100. Gezond, gezond, fit, Vital. fysiek en de capaciteit hebben. Ah, which brother? Fit, fysiek, actief. Als ik ooit de kans zou krijgen. kinderen, kleinkinderen. achterkleinkinderen misschien tegenaan. nog te kunnen vastnemen. en mee te kunnen rondlopen en spelen. Dat is mijn, op dit moment. Mijn verre wat, verre... Wat je veel verre. in eigen hand hebt. Ja. ja. En, en dat is de je... reden waarom ik altijd zeg. Mijn levensmissie. Allee, sinds de laatste jaren. de beste, scherpste versie, versie van jezelf zijn. Want wat je terstrek ook zegt. op het moment dat je die keuzes moet maken. zeker vandaag dat elke verpakking gemanipuleerd wordt, dat elk eten gemanipuleerd wordt, waardoor dat wij uh, de, ons dopamine gestimuleerd wordt en onze glucose boost, dat je zegt van, oh, ik wil nog meer hebben. Er moeten u zelf in de beste, scherpste, gezondste staat voor brengen om heldere keuzes te kunnen voilà. maken. Ja. Want vandaag, uh, ik heb het gisteren nog vernomen, uh, de priksjes om de insuline stoten tegen, is vandaag het grootste bedrijf in Europa. Vroeger Goed. was dat Nokia, nee. vandaag is om obesitas tegen te gaan het grootste okay. bedrijf. Dus niemand, in dat tuurlijk zeggen maakt heldere keuzes nee. als ze verslaafd zijn. En ze weten zelfs niet nee. dat ze verslaafd zijn. En dat is het mooie, ik moet altijd opletten wat ik op let, soms zeg, wat ik mooi vind, ik vind dat mooi om dat te doen. Ja, mooi dat je iets vind. kunt ontdoen. Ja, dat is... Want, ja, maar dat is waar we aan ontbabbelen ja, zijn. Ja, dat is die educate to heal. Als we daar zo van de ook zie je slogans, dit, ja, Educate your Dat is een van die slowgangs, hè? Educate your Heels. ik bij mij dan nog getatoeëerd. Ik ben ook zo iemand die vaak af en van die elementen Ik zeg niet zo tatoeages. Maar Educate your heal, heal staat zo hoog bij mij, want dat is een van de elementen. Laten we even dan terugkeren. Hebben een lange termijndoelstelling? Maar voor ons bij nee, mij. Neem de... podcast niet over, pak in Toch een beetje. <laughs> omdat het zo belangrijk is, omdat we eigenlijk op het punt komen. Hoe komt het dat bij sommige mensen het niet lukt om ja, een doelstelling? Want dat, dat komt, moeten we hebben. Want we willen dat bij iedereen lukt. Ja, en, dan komen en dat iedereen die, het kan. Het begint zeg al het. Het eerst. Voilà, het begint, nou, dat het is, is, is geen quick fix. Ga dat nu gewoon naar reclame. <laughs> Kom al, zeg het. We moeten eerst beginnen met wat wil je? Je moet ergens iets plaatsen en dat mag ver vooruit zijn. Het moet een, een, doel. Het moet een doel zijn. Het mag realistisch zijn. Het mag, het mag best realistisch zijn. Het mag een beetje buiten de comfort. Ja, liefst, de comfort ja, zijn. He, ja, okay. Het mag ver zijn. Maar dan moeten we terug naar beneden gaan. En alles begint dan met van onderaan. En dat is alles wat dat Flow gaat, de uh, Flow Research Collective. Heel prachtig. Dat is hetgeen wat mijn uiteindelijk diepst, alles dat omkadert wat ik doe. Zeg het jongen: begin met wat interesseert u? Wat maakt u nieuwsgierig? Bij ons is het die gezonde, beste versie van uzelf. Ja, nee, bij u was het die puk en bij mij was het een basketbal. Ja, origineel. Maar, daarom origineel. Door, maar daar blijven wij. Wij hebben. Kijk, wij zijn niet ja. in het systeem terechtgekomen. Nee. We zaten fuckers. er al lang uit. we liepen naar de zijkant. Nee, want wij, wij, wij houden van een puk en een basketbal. En wij gingen dat veel meer doen. En dat heeft ons keihard veel gebracht. Ja. Ja. En, en de meeste mensen kennen dat niet. Nee, en dat is oké. Okay ja maar dat is spijtig ja, nee maar ah daar kom ik, ik maar wel als op. wij als ze jong zouden gaan en we zouden naar hun passie gaan dan hadden zij al vrij snel ontdekt dat zij dopamine zouden krijgen geluk succes in hun interesse en ja. zouden ze dat blijven okay. doen en daar had het het net gezegd passie we kunnen niet terugkeren in de tijd. Dat zou nee, goed zijn. Maar we kunnen er wel iets van doen. Ja, goed. Oké. Okay. Je hebt een persoon, er komt iemand bij binnen in de, in de studio. Timmy, ik, uh, ik voel me niet zo lekker, ik heb een beetje last van daar en daar, ik wil sporten. Oké. Okay. We gaan bezig. Nou, sessie 1, sessie 2, maakt allemaal niet uit. Mensen zijn bij mij gekomen uit interesse. Ze zijn nieuwsgierig. Ze willen iets aan zichzelf doen. Stap 1. Stap 1. De Ongelooflijk de belangrijkste uh, Gewoon ze luisteren naar deze podcast. Ik ben wel nieuwsgierig. Wat zijn die mannen aan het vertellen? Stap 1, nieuwsgierigheid. Ja, Shit, ja, ja. Iedereen oké. Okay. Ja. Anders zullen ze niet luisteren, anders zullen ze niet naar gaan beginnen sporten, anders zullen ze niet zeggen van. Weet je wat, ik wil misschien wel een kilo vermageren. Stap 1, nieuwsgierigheid. Stap 2, passie. Heel moeilijk. Wat passioneert er iedereen? Mensen kunnen dan zeggen: ah, Weet je wat, dat mijn passie. Maar ik vind het, het bewegen op zich vind ik wel leuk. Het, het de bezig zijn met voeding vind ik wel leuk. Um, reizen vind ik wel leuk. Wat is iets dat u een passie, wat passioneert u daarin? Ga op zoek waar dat je eigenlijk zegt van ik wil dit vastnemen, het verlangen, dopamine speelt daar die belangrijke rol in, het is een verlangen. Maar bedoelde jij ook passie buiten het trainen? Passie van het trainen zelf. Ja. Eigenlijk, en dat is moeilijk, mensen maar eigenlijk, eigenlijk nee. kunnen dat nog doortrekken ook, want waarschijnlijk zijn ze mee iets bezig dat u niet, niet interesseert. Nee. In maar Erik. bijvoorbeeld ik ben gepassioneerd, ik zeg maar niet, iemand is gepassioneerd in reizen, ik wil graag de wereld verkennen. Ah, je zegt, je passeert een reisverkenning, dan moeten we teruggaan. Je bent nieuwsgierig, ik ga me daarin gaan verdiepen. Wat moet ik daarvoor doen? Ik moet er eigenlijk wel een beetje gezond voor zijn. Ik moet kunnen wandelen als ik de wereld wil verkennen. En ik ga toen vanuit mijn auto, ja, dan ga ik niet veel zien van de wereld. Ik wil die een berg opgaan. Ja, dat is passie. Ik wil die berg opgaan, ik wil dat uitzicht gaan bekijken. Dat is weer die dopamine, het verlangen naar de toekomst. Ik wil vooruit. Oké, okay, dat is een passie, dat is goed. Hou dat vast. Waar wil je naartoe? Oké, okay. eh, dus je eerste stap, passie. passie. Ja, van daaruit gaan we een concrete doelstelling gaan vormen. Denk dat ik dat heel belangrijk is. is. Heel ik belangrijk. vind die een tweede land een moeilijke verveling. Ja. Ik vind een de, de, de derde vind ik eigenlijk op twee staan. Anyway, go nee, Maar het hebt die opeenvolging nodig, want als jij bijvoorbeeld zou zeggen, iemand zegt van, ah, weet wat dat intermittent fasting dat interesseert mij. Nieuwsgierigheid, intermittent fasting. Hmm, interessant. Ik ga tien kilo vermageren. Ja, maar dat is nu een doel. Ik denk dat. Nee, maar dat is dat prem. Dat die passie ertussen moet komen. Als die onmiddellijk zeggen van, ik ga vanuit nieuwsgierigheid... Jij zegt eigenlijk dat je passie nodig is om je doel te ja, bereiken. zonder passie... En dat is de reden waarom dat bij veel mensen niet lukt. Motivatie. Intrinsieke motivatie. Je hebt passie nodig als motivator. Als je niet gepassioneerd bent, als jij niet gepassioneerd wordt, door dat balken er in die ja, korf en te krijgen... Ja, dat kan zijn waar het is. Dan maar jij flanst steeds dus bij je... Ja. Ja. Wat is die... We gaan een passie proberen te ontwaken. Wow. Nu. En dan komt het volgende interessant. Oh, stop niet. Doelstelling. Tuurlijk niet, dat is nog maar stap drie. Oh. Vier. Die, drie was doel. Drie was doelstelling, ja. Was doelstelling. Vier. Wat is je doel? Vier, en dan komt het moeilijke. En daar gaat het bij de meesten mis. De meesten hebben soms wel die nieuwsgierigheid. Ze hebben eventueel een passie gekweekt. Ik wil inderdaad met mezelf werken. Ik wil inderdaad de intermittent fasting verdiepen. Ik wil uh, gaan sporten. Ik wil zoveel gewicht verliezen. Dat gaat allemaal. Ja, ik, heb... ik ben die gedrevenheid, heb ik vast. Ze zijn gemotiveerd, ze zijn gestart. Ze hebben een doel. Ze hebben heel bewust gezegd: dat ga ik nu halen op korte termijn doelstellingen. Ja. Kort termijn. Maar dan komt het volgende. En dat is eigenlijk het, de zelfkennis. Dan komt eigenlijk het moment van autonomie. Kunt je het doen? Daarvoor. Alleen. Je, uiteindelijk moet je ik kan het niet voor je doen. Dat is fantastisch. wat jij zegt: jij bent een coach. En jij zegt: ja, maar, maar, dat maar dat is het hem. Zelfdiscipline. Zelfdiscipline. Ik zei dat op mijn basketcamper ja. ook: zelfdiscipline. Ja, werkt. Opgelegde discipline werkt. Nee. Niet. Voilà. En daarom ik je daarbij zijn Het is zo speciaal dat ik. Daarom ik, dat, ik, dat ik vaak niet te koop loop met wat ik ken. En misschien te weinig ja. met wat ik kan. Um, Beide. Maar uiteindelijk, ik doe het toch niet. Ik mag kunnen en kennen wat ik kan. Het zit gij die moet doen. Maar. Daar mag je uit wel de tools. Yes, voilà. Haha. Dank u, Pieter, voor het mooie woordje. Tools. Dan moeten wij in onze gereedschap koffer gaan kijken. Ja. Om van die doelstelling naar die autonomie te gaan, naar die zelfkennis, hebben we iets nodig dat ons in het nu brengt. Weg van dopamine. Want anders willen we alleen maar vooruit. Ja, ja. En willen we alleen maar vooruit. Maar dan premies, ja, ik zei er nog niet. Dat is ook de reden waarom heel veel mensen tijdens hun training goed voelen. Of whatever, omdat ze niet, dat die... dat ze niet geconfronteerd worden met die negatieve dopamine. Alleen met die. Ja, die dop ja, dat is dan hier en nu ja, ja. verhaal, maar ik ga er dieper op ingaan. Ja. Dat is het interessante dat het maakt. maakt. Als jij inderdaad tegen mij zegt van ik ga dat koekje niet eten en dat is je gelukt. Maar als je enkel op dopamine zou werken, dan gaat het direct, ja maar ik wil het volgende koekje. Oké, okay, ik kan niet iedere keer zeggen, maar ik wil het volgende ja. koekje. Je bent alleen maar gefocust op het ik ga het niet doen of ik wil een verlangen naar de koekjes, maar daar moet weg van gaan. En om weg te gaan naar de toekomst, moet je in het nu komen. En dat is flow. Daarvoor hebben we beweging nodig. En daarvoor hebben we triggers en tools nodig. En dan komen we terug. Wat ik kan als coach. Die dan in die end u wel gewoon geven ja. wat je eigenlijk beoogt. Dan bekomt je die authenticiteit. Dan bekomt je de autonomie. Dan bekomt je de zelfkennis. En dan weet ik kan. Het, want dan gaat je die endorfines ervaren hebben. Mijn verhaal. De bevestiging, moest, bevestiging van uw eigen ja, kunde. Ik moest. Mijn doelstelling was op dat moment goed. Ik wil meer tijd met mijn gezin spenderen mijn langere termijn doelstelling was natuurlijk dat ik nu ik 100 jaar en met mijn gezin kan spenderen. Nu om dat te kunnen bekomen, mijn einddoel, want dat is dan eigenlijk de laatste stap, dat is de mastery. Ik wil, like, dat ik alles wat we kunnen en kunnen, willen doen, ik wil er de master in worden. Ik wil 100 gezond, fit en met mijn achterkleinkinderen nog spelen. Om daar te bekomen, moet ik die zelfkennis, die autonomie, moet ik kunnen bekomen. Om dat te bekomen, moet ik in het hier en nu ervaren. Dus wat moest ik doen? En daarom ik zei: wat hebben we dan gedaan? Eigenlijk niks. Tijd gespendeerd met mijn kinderen. Op dat moment ervaar ik serotine, het knuffelhormoon. Ik zat altijd gesteefd ook op dopamine, want ik zat, ik moet voor, ik moet werken, 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 dopamine, pom, 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 pom. Maar ik was eigenlijk ongevoelig geworden voor de hormoon, dat is een ander circuit in ons systeem, die ervoor zorgt dat je het nu ook ervaart. En dan door tijd te spenderen met mijn kinderen, heb ik die serotine ervaren. Hey, maar dat maakt me echt gelukkig, hey, maar dat wil ik meer. En dat geeft dan mij weer intrinsieke motivatie om wat mijn passie was, mijn doelstelling te bekomen, om daar dat te gaan beheersen. Die zelfkennis, die autonomie. Ik wil dat beheersen. Ik wil op gelijk welk moment tegen mezelf kunnen zeggen: Van nu wil ik dat gevoel dat ik met mijn kinderen heb kunnen opwekken. En het enige wat ik daarvoor moet doen is op dit moment zelfs gewoon denken naar mijn kinderen. Ik denk, nu hoort hij mij mijn stem. Ja. Bovendien kom ik zachter. Ja, weet je, het is, ik, ik wil een switch maken, want wij kunnen hier blijven over verder gaan. Maar ik wil nog een aantal dingen naar boven halen. Nou vooral, um, het is complex. Het is voor veel mensen. Even it was easy, everybody did it. Ja, everybody yeah. did Maar dat is de reden waarom Timmy natuurlijk, dat je ook in mijn zetel ziet, dat mensen deze ervaren van een personal trainer is niet gewoon een personal trainer. Nee. En zeker niet bij jullie. Nee. En ik wil, ik wil verder gaan, want, ja, hier, ja, want dus ik, ik wou wel direct zeggen, ik heb mensen echt hè, die 20 kilo zijn afgevallen, die, die het ook niet weer niet. Maar dat was ik er juist aan ik, dat is omdat die eigenlijk hun doelen... Weer bereikt hebben, geen ander doel en et cetera. Dus ja. ja, okay. daarom is die autonomie, die zelfkennis, zo belangrijk. Is, het hier en het nu. En dat gaat... Ja, maar zelfs en? daar, ik wil dan nu eens volledig uh -huh. stoppen. Want dan moeten ze maar naar u komen. Ik wil over u stappen. Van ademwerk. Ja. Oh. zit is... hey, je onlangs weer bijscholen. Ja. Ga Jij doet de ijsbaden. Verleden keer deed je iets fantastisch. Ijsbaden gecombineerd met het paardenvertelt dat eens. Dat ook. Opnieuw. Je had dat... een dag georganiseerd. Ja. Um, heel mooi, een paard. Ik ben er zelf alles ook al zoeken wat ik zeg. Ik zeg altijd de mensen, je moet mij niet geloven. Je kunt het opzoeken. De informatie is er. De kennis is er. Ga het opzoeken. Jij ja, bent op echt abnormaal. Jij zoekt ja, altijd. Ik, zoek, ja, ik blijf zoeken. Wij ja, blijven zoek constant voorkomen. podcasters. <laughs> vanaf daar, vanaf ja. die minuut. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat moet lijst. luisteren. Maar, met dat maar dat paard, dat, het mooie van het paard... Een paard is extreem mensen luisteren goed ja. in. Ja. Een paard is extreem empathisch. Een paard voelt. Een paard is een zoogdier die een taal heeft binnen zijn eigen familie. Maar wij kunnen niet communiceren met een paard met ons taal. Wij kunnen wel communiceren met een paard met ons gevoel, met ons zijn. Als ik angstig naast een paard sta, gaat dat paard angstig worden. Als ik rustig naast een paard sta, gaat dat paard zich vertrouwd voelen. No Dat is ongelooflijk. Dat is ook de reden waarom dat is gemerkt bij, bij grote jumpingwedstrijden. De rijders extreem gecontroleerd zijn. Heel mooi recht. Ja. Structuur. Als die er zo zit, kom maar, let's go! Oké, okay, maar vertel wij... eens, wat, ja. wat deden met... ze dan met die ijsbaden? Het heen? hier en het nu. De paarden. Dat... Het ijsbad. Ademwerk op zich. Hetzelfde mees. Maakt allemaal niet uit. Alles wat wij toepassen, dat zijn die tools. Ga ik ervoor zorgen dat je nu hier terechtkomt. Jij komt in het nu. De dopamine ja. wordt uitgesloten. Je komt nu zult in het nu. En je wordt geconfronteerd als je yes. niet zijn. En dat is het mooie. De meeste mensen komen bij ons, ze hebben hun passie. Ja, maar ze maar hebben hun toestelling. Ja. Okay, ja. Want je hebt dat paard ook dat paard loopt en dat stopt niet direct, hè, geloof ik, Ja. Ja, zijn paarden op zich ben ik niet zo gekend mee. Ja, maar het, ja, maar het maar... is toch dat, 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 dat een paard ook moet ademen. Ja, zo Dus van ademwerk dan wijs. Ja, inderdaad, dat is heel interessant. Ja, dat dus ik... ons ja, ook voordeel voor ons, gewoon als mens zijnde. Een paard zijn diafragma, dus ons grote ademspier, eigenlijk, dat in het zit, die eigenlijk ervoor zorgt dat de longen naar boven kunnen en terug naar beneden kunnen. Bij een paard wordt dat enkel gestuurd door beweging. Wij kunnen, ik kan hier neerzetten, ik kan helemaal met mijn buik naar voren doen en als ik uitadem. Ik kan mijn buik naar binnen duwen en dat is eigenlijk mijn diafragma die eigenlijk gaat gestuurd worden. Wij als mens, er zijn een paar zoogdieren dat dat kunnen, wij als mens hebben de capaciteit om bewust te ademen. Een paard ademt eigenlijk alleen maar onbewust. Een paard gaat gewoon ademen en wanneer ademt hij? Sneller als hij in beweging komt. Een paard gaat gaan lopen en gaat sneller gaan ademen. Dat is ook nodig, want op dat moment moet er meer zuurstof aangereikt worden, CO2 afgestoten worden om zijn systeem in gang te houden. Als een paard tot stilstand komt. Komt natuurlijk ook de diafragma tot stilstand. En dan kan hij zo diep niet meer ademen. Gaat hij rustig gaan ademen. Maar al die afvalstoffen, de hitte, dat moet er nog uit. En daar moet een paard uitgewandeld worden. Als ze aankomen, na nou, een jockeywedstrijd bijvoorbeeld, komen die aan. Boem, en die paarden worden uitgewandeld, zodat ze nog in beweging blijven om zo rustig af te koelen eigenlijk naar beneden. En anders is de kans groot dat dat paard eigenlijk gewoon poof, oh, zo Zo'n van. Ik vraag me altijd af als ik zo naar een western film kijk. Dat klopt dat eigenlijk niet, want die komen natuurlijk Ja, eigenlijk wel. Dus, dus, afijn. Maar, en bij ons als mens is dus de capaciteit dat we die kracht hebben, dat we dat zelf kunnen doen. Dus wat als ik nu aan u kan vragen? Ah, ik Pieter, je hebt een bepaalde intentie, je hebt een bepaalde passie, je hebt een bepaalde doelstelling. Mag je ze in de hand maar, ik wil er vooruit, ik wil ervooruit. Oké, okay, maar eerst moet je vragen, okay, waar zit je nu? Wat is uw intrinsieke motivator? Wat houdt u tegen en wat kan u net eens dus gaan drijven? Want het is vaak zo dat wat u tegenhoudt, net soms de drijfveer kan zijn om veranderingen te creëren. En dan gaan we de mensen gaan laten ademen. En het mooie ademwerk is: dan brengen we helemaal omhoog. Gaan we naar verschillende zenuwstelselen. Van het rustige parasympathische zenuwstelsel gaan we opbouwen. Gaan, gaan we naar de fight and flight. En als je in fight and flight terechtkomt, komt, we in het hier en nu: alles staat aan, alles is alert. Al je sensors zijn aan. Je zit helemaal op dit moment. Als je vroeger een leeuw naar je zou komen en je zou niet in het moment kunnen beslissen, ja, dan word je dood. Als ja. dus je dan zo denkt: hmm, hoe zou het zijn als ik... Ja, dan zit al dat op we brot. al opgevreden. Je moet, bam, het is nu. Dan gaan we dat gaan doorpompen, dan gaan we doorpompen. En dan verlies je eigenlijk een beetje de bewuste geest, dat we zeggen. En dan komt je eigenlijk in je onderbewustzijn. En dan gaat je eigenlijk diep in je, want alles zit al in ons. Dan gaan we diep in ons, gaan we eigenlijk gewoon gaan voelen. En dan zijn er heel veel mensen, ik vind altijd heel mooi. Wij noemen onszelf op dat moment een spaceholder. Dus kijk, hoe spaceholder. Wij beschermen de ruimte. En zijn veilige omgeving dat we ja. aanbieden. Dus, zodat ge... dus als mensen in hun onderbewustzijn komen, ja. dat eens. jullie erbij zijn. Ja. Om, want er komen we echt wel best heel ja. veel emoties bij. Hè? En dat is, dat is interessant. Er zit heel veel vast. Ja. Bij en vijfers. bij de ene kan dat zijn dat dat een hele fysieke emotie is. Dat ze fysiek zichzelf gaan uiten. Mensen verkrampen helemaal, benen, soms te schudden, ben, te trillen. Andere mensen zijn eigenlijk pudding, die vallen helemaal uit. Oh. Je hebt andere mensen na een intense ademsessie, zeker als ze ze dan terugbrengen, inderdaad, in een emotionele release komen. Ja. En oké, okay, ik heb dat al verschillende keren ervaren. Het is telkens anders. En wat dan naar boven komt, dat gevoel, bij de ene kan dat een gevoel van liefde zijn, bij de andere kan het echt een gevoel van angst zijn. Ja. En dan kun je vaak de vraag gaan stellen, en dat is gewoon interessant. En wij moeten dat zelf nu weten als coach, dat is gewoon voor de mens zelf, van oké, okay, hoe voelt je nu? Was dat aangenaam? Of is dat iets dat je... Of is er nog werk ergens? Ja. Natuurlijk bij de meeste mensen is dus er werk in de eerste fase. Maar bij iedereen hè? Ja, natuurlijk. Je begin echt door te hebben ja. hoeveel werk dat oh. er. Uh, maar het mooie is, en dat is geen opnieuw hier en nu, en in de afsluiting van de Reconnect hebben we het gehoord. Wij bemerken dan, de mensen die soms jaren met iets vastzitten, doen één sessie en. Pff, Ik wil even zeggen, we hadden een weken traject uh, in elkaar gestoken op your-wealflife.eu. Waar we ze echt alles in me bijgebracht: uh, ademen, voeding, uh, fasting, uh, routines inbouwen, Arba alles. En op het laatste hadden we de live, dan. hoe zou het geweest zijn? We kregen daar echt ongelofelijke reacties. Alleen de elf weken, we gaan er nu een cursus van maken. Omdat iedereen een ander, iedereen heeft andere uh, topics waar ze van we willen werken. Laten we ook in een andere fase. Timing. In een andere snelheid, ja. wilt er dan werken. Maar het is fantastisch wat je kunt doen als je tools aangereikt ja. krijgt. Eigenlijk. En dat is opnieuw, eigenlijk als, je net, als we herhalen waar we mee bezig zijn. We beginnen met een interesse. Mensen zijn ingestapt in het rect. Interesse. Ze ontwikkelen een passie. Ze willen verder gaan. En dan is dat nu nog. Ja. En maar ze moeten allemaal hetzelfde doen. Ze moeten ja. al doen. Dan hebben ze een doel gekregen. Ja, maar meeste, meeste, dat is de ja. reden, Timmy, waarom dat je hier ook ziet. Veel mensen willen gaan trainen en gaan trainen. En trainen dan en dat zit. Maar doen verder niet aan ja. alles. En dat is de reden wat ik u eigenlijk uniek vind. Ik wil ook. Ik wil, ik wil nog even verder hoppen. Gewoon stilaan bijna moeten afronden. Spijtig, want wij kunnen uren doorgaan en misschien moeten we dat ook wel blijven doen. We hebben ook besloten om toch ook live events te doen binnen en stiekem ook wel uit buitenland. Ja. Uh, maar je, omdat wij al zoveel tijd battelen, uh, mensen echt gezonder, beter, veel gelukkiger willen maken eigenlijk, uh, zei ook van Pieter, ik heb hier een nieuwe locatie, je moet eens komen zien. Ja. He, ik wil dat toch even zeggen. Want je hebt dat dan een ruimte samen met je vrouwtje, heel huiselijk ingericht, top ingericht. En dan heb je nu een, ja, ik, ik kan dat zeggen, echt een heel grave ruimte. Hè. Dat ja. zou een ruimte in, in, in New York, Londen kunnen zijn. Het is een fucking ekele last. Ja, maar het is een ja, oude ja, locatie. Is, wat ja, willen we daar ja, doen? Ja. Ik denk, daar zit onze kracht weer in. Ik zit al wat je over bezig, bent. wat onze doelstelling is is mensen inderdaad hun dromen, het leven dat ze willen leiden, kunnen leiden. En dat gaat wel voor het individu. Ik wil een beetje vermaren, ik wil me gezond voelen, ik wil meer tijd met mijn gezin spelen. maar ook voor de ondernemer. Die zegt, ja, maar ik wil de juiste balans halen, ik wil de juiste cijfers kunnen halen. Maar om dat telkens te bekomen, moeten we die flows op elkaar gaan kunnen stapelen. En dan komen we telkens op datzelfde verhaal neer, dat we net vertelden, curiositeit, een passie, een doelstelling. En dan komen we telkens aan dat stuk. Kijk, Hans, die sturing moet geleid worden. door telkens in het hier en nu te komen. En daar gaan we dus een richting. Daarom heb ik het 2B-verhaal. De twee B's staan voor bewustzijn en beweging. En als die in balans zijn. dan komen wij in mijn versie dan tot de ultra-versie. En het mooie is: ultra staat open. Ultra is sky's limit. Ultra staat open. Whatever dat ook mag zijn. maakt niet uit. Maar bewustzijn en beweging moeten in balans zijn. Om dat in balans te krijgen, voilà. moeten we tot onze kern komen. Wie ben ik? Dat is één. De vraagstelling. Twee is, we moeten tot die uiting komen. En daar hebben we vaak gewoon: dan worden we waar, dat ook nu gewaar worden met het traject. Hebben we gewoon letterlijk iemand nodig dat u een hand neemt. En zegt van kijk, dit kunt je doen. Ja. Niets, wat er heel veel trainers, heel veel coaches, heel veel ondernemingen noem maar op aan het werk zijn van ze gaan alles voor u gaan uitstippelen, dan gaan zeggen hoe doe gewoon dat. het lukt wel. Nee nee. Wij gaan u toereiken, probeer het dan een keer. Probeer het dan een keer. Dat is een tool. Hoe voelt u erbij? Ja. Misschien past het bij u. Misschien past het niet bij u. Ja, ja. En daarom dat wij ook zo Het is ook zo mooi dat, ja. hoe divers eigenlijk dat bij jullie en hoe toegankelijk dat het is. Ja, dat is ook He? de bedoeling ervan. Opnieuw, want het moet menselijk zijn. Ja ja, maar dat is ja. dat is echt heel mooi. Ja. Om, uh, om, om even toch af te ronden, uh, omdat ik u dan al iets beter ken en zie, en denk van. Want uh, wat ik er juist ook zei, uw socials. You don't give a fuck. You are who you are. Dat is niet normaal. Het is geen een beer, maar het is een echte beer. <laughs> maar ik wil eens iets zeggen, toch eens naar ja. alle ouders toe. Verleden keer, uh, omdat ik, <laughs> ik zie al uw post, en dan zie ik soms dat u, uw dochtertje en uw zoon. Dan zie ik ze ineens een optreden geven in de living. He? Ik wil ja, dat eens ja, even. Ja. Ik wil... Dan denk ik zo, oh, maar mijn kinderen doen dat ook. Wacht even, mensen, hoe dat deze twee ouders even met hun kinderen omgaan. Die hebben blijkbaar, Dus soms komen jullie binnen, en dan jullie adoptiezoon. Ik doe dat toch even, ik herhaal dat, want dat is gewoon jullie zoon. Mm -hmm. Gecombineerd met jullie dochter. Die hebben dan een heel setting. En jullie willen ook bewust die vrijheid geven ja. aan jullie kinderen. En dan hebben zij, dan steken ze jullie op VIP-seats en gewone seats, nummertjes maken ja, ze allemaal. Alles met die kinderen. Hoeveel ja. tijd moeten jullie naar een optreden luisteren dat maken? Dat kan tien minuten duren, maar dat kan makkelijk een uur en langer duren ook. Ja, ja, ja en dan, of gaan of gaan jullie, dan nemen jullie tijd Absoluut. in jullie drie schema ja. om naar de. En dan veranderen ze ook van uh, kleren of van oppositten? Ja, het is een, een volledige show. Het is een volledige show dat kan van alles zijn, dat kan een, een, een dansshow zijn, dat kan een muziekshow zijn, in kan een teatershow zijn, in onze van leving. jullie eigen kinderen, alles wordt omgebouwd. En jullie willen dus daarmee de creativiteit van voilà, het vele mensen kunnen, hey, kom, stop naar nou, eens even, kom we nee. gaan aan tafel zitten. Nee, nee. wat, wat willen we ermee bereiken? Voilà. We hebben het net, uh, Pieter prachtig. Ik vind het zo leuk dat we zo graag, uh, ik zeg graag met jullie telkens die battlings doen en ook onderling als we uh, individueel bezig zijn. Hebben het woordje weer uitgesproken, creativiteit. De dag van vandaag door de socials, door alles wat ons in de hand gelegd, gaan we eigenlijk niet meer voor onszelf gaan denken. Op de het moment dat we stoppen met voor onszelf te denken, ja wie zijn we dan? Ja, ja, dan worden we gestuurd. Grote fout voilà. Dus wat wij willen doen, is ons kinderen zoveel mogelijk de vrijheid geven, gestuurd, gecontroleerd. Omdat we weten dat op dit moment zijn ze enkel op het verlangen gericht, dus dat is normaal, zo'n dopamineverhaal, bla bla bla, maar we willen hen de creativiteit niet ontzeggen dat ze we moeten gewoon ervaren wie dat ze zijn en wat ze kunnen. Dat ze hun capaciteit ja. ervaren. Niet tegenhouden. Nee. Laten we ontwikkelen. Onze dochter speelt ondertussen viool. Onze zoon speelt ook drum. Wij zijn totaal niet muzikaal opgeleid. Ik ben met de handpan bezig. Ik heb nu mijn eigen ja. online programma gestart. Ja, zo mooi. Dus, en ik heb niks. Nul opleidingen. Ja, dat nul, is zo maar zo mooi. De meeste keer hebben we dat ook gedaan. Ja. die handpan hebben dan. Ademen. Oh. Hetzelfde verhaal. Bodyscan. Bodyscan. Opbouwen. Focus. Intrinsieke motivaties. En als je dat kunt. Bam, mensen hebben er straks geluisterd dat ik zei dat deze mensen met de familie en het trainen, 360 rond. Letterlijk 360 ja, zwaai ik ook met de mees. Maar dat is, 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 is... ongelooflijk. Jullie, jullie zijn een geval apart. Ah. En waarom dat ik blij ben ah. dat je in mijn zetel ziet. En ik je kwam hier binnen hè? en ik zeg, zie hem hier binnenkomen. Ik zeg, zie het me ah. hier naar binnenkomen. En, en dan eigenlijk, en jij nu, mensen die op Spotify luisteren. Goh even naar YouTube. Beziet hem hier even. En als je dan weet wat voor informatie dat hem heeft, wat voor een ongelooflijk hart dat hem heeft, wat voor een know-how dat hem heeft, hoe dat de mensen helpt, is dit het moraal van het verhaal. Hè? Ja, ja zei u. Ja, als ik daar ook nog, nog, nog mee voor de afronding te creëren. Mag ik beginnen zeggen is van, ik denk dat we tot het besef moeten komen en dat geven we proberen ook met ons kinderen mee te geven. We zijn uh, vorig weekend richting uh, Poperingen gegaan en we daar back to basics in een mega tent. Ja, geen, geen tent in een hut, het is zo, nee, zo, ja, zo dus wel een beetje, beetje houten uh, bugel. Dus een glamping, een beetje kunnen ja. zeggen. We hadden stroom met water, maar geen elektriciteit. Zalig. Maar regio Poperingen hebben we ook de tijd genomen om even Wereldoorlog 1 naar voren te brengen. Oh, oké, okay. naar no, no, de, de kids. De kids. Voor ja. ons staat nog best op, maar voor ons ook. Ja, 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 ja. Als je op die graven dan rond gaat lopen, leeft hij in oh, 2021, Als je kijkt naar die beelden, als je oh. ziet... Maar ik kan ook tegen alle mensen maar alleen maar blijven herhalen, wij leven, en zeker hier in Vlaanderen, in de meest veilige, luxueuze tijd en structuur dat we ons maar kunnen voorstellen. Misschien toch? Te, ja, tuurlijk, want dat is het gevaar. Daarom dat we terugvallen in onze luxe, en dan zijn we onze dopamine voorbijgestreefd, dat we allemaal meer en meer en meer willen. Daarom moeten we in terug, terugkeren naar die basis, en het hier en nu. Maar als we kunnen meenemen voor onszelf, ja, maar we zijn hier één keer. Ik kan niet spreken over het andere verhaal soms, er zijn mensen misschien meer re religieus zijn of um, geloven in reïncarnatie, maakt dat allemaal niet uit. Laten we er gewoon vanuit gaan, bewust zijn we hier één keer. Laten we daar het beste van maken, dat is één. Maar twee, als je hier één keer zegt, wat is uw meaning? Wat is uw why? Waarom zijn we hier? Als je iets betekenisvol, als je aan iedereen vraagt, niet aan iedereen, 80% van de mensen die op hun sterfbed liggen, dat zijn onderzoeken die ze gedaan hebben, en je gaat daar gaan vragen aan de mensen, wat zou het je anders gedaan hebben? Het is immens hoeveel mensen dan de lijst kunnen opzommen. Ja, dat wilde niet. Ik heb ik, nee. ik, ik geen reet. Dat wilde niet. Niks, jongen. Je wilt daar liggen en zeggen, dit is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Okay. Ja, ik, 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 ik heb er zo nog geleefd. Ja, het is oké. Okay. Voilà. dan moeten ja. we komen. Om dat te bekomen, moeten we een doelstelling passen. alles opnieuw komen. Maar misschien nog belangrijk inderdaad, is als je als daarin leeft, dan wil je die betekenis uitvoeren. Wilt je die energie ervaren. Wilt je iets meegeven. Maar, mee maar nu komen we terug tot het feit. Ja. Jij, jij doet dat. Ja. Ik doe dat. En wij gunnen zo hard dat mensen in hun kracht komen te staan dat ze dat ook doen. Dat is het moraal van het verhaal. Ja. Dat is eigenlijk ja. een beetje onze ja. connectie. Ja. Waar wij dan heel zoeken tijd ontzoeken, Maar hoe komt dat dan dat sommige mensen ja. dat niet hè? En dan eigenlijk, ik vind ook een hele, dat is uit een film met Eddie Murphy, vraag me hier precies van hoe. Dat is een hele mooie, dat altijd met terugkomt in dit verhaal eigenlijk, is van er is een meisje die op het strand loopt. En er is een storm geweest, en er is nog grote golven en er worden allemaal zeesternen aangespoeld. En de meisje neemt die, die zeesternen en gooit ze terug. En natuurlijk de volgende golf komt er, ze gooit eentje terug, er komt er tien bij. Ze gooit de volgende terug, er komt er tien bij, terug. En er passeren andere mensen en die zijn tegen een meisje, ja maar meisje. Het maakt niet uit. Je kunt ze niet allemaal rennen. Een meisje kijkt dan en zegt. Ja, maar voor die ene die ik red, dat maakt wel een groot verschil. En ik denk dat daar onze kracht kunnen zitten. Butterfly effect. Ik wil daarna niks meer zeggen. Ze moeten nu maar zoeken. Nee. Mensen schrik niet af. Dat wil ik nog meegeven. Schrik niet af op zijn Instagram. Go gewoon langs. <laughs> want als je er ziet, is hem de zachtheid hetzelfde. Um, ja, ik wil, niks meer, ik wil met deze eindigen. En ik denk dat je al heel veel uh, mensen ook gered hebt, dat weet ik ook. Tim, het was een eer om in de zetel te zitten. Ik denk dat ons traject nog veel verder gaat gaan. He, dat je dat gezegd: uh, Vlaanderen is wat het, het, het veilige. Klopt, ik, zoek het, ik ben vertrokken. Ik zoek het elders, waar dat men scherper is en alles. Misschien ooit kom ik terug, ik weet het niet. Uh, maar wij hebben nog wel veel plannen. He? En ik Zeker. gun gewoon dat mensen, ze moeten maar, daar dat zijn we ook bezig mee. Met ook van Yo, we have life met de zoon. Maar ook bij jullie, laat ons dat eens doen ook. Ja. Is, is gewoon een kennismaking-traject. Als uw nieuw band klaar is, ja. dat we mensen, ik wil echt dat mensen met jullie in contact komen. Dat zoveel zij er is. Whatever dat het ook mag zijn. Ja. Timmy, Kloon, entertainers, <laughs> Top coach whatever. Bedankt om in mijn zetel te komen. Kijnlijk bedankt voor de uitnodiging. Dankbaar. Alle kanten eruit. We zijn ook zo graag gezicht. Dank je.